Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Een prima start voor HHC van de competitie. Overwinningen tegen FC Liende en thuis natuurlijk de wedstrijd tegen HFC. Maar in de wedstrijd uit bij FC Lisse is het voorlopig de thuisploeg die de dienst uitmaakt. De eerste helft kwam HHC er niet aan te pas. Op het middenveld verloren het bijna alle duels en FC Lisse kregen ook de meeste kansen in de eerste helft. Maar Sander Daner staat in het doel bij HHC. Vorige week was hij nog de man of the match. En eigenlijk was hij dat vandaag weer. Want hier gaat hij opnieuw zijn doel uit. En dan denk je, wat doet hij daar? Snel terug. Want dit kan wel eens een gevaarlijke kans opleveren voor FC Lisse. Maar ook zijn verdedigers zijn alert. Martin van Eerwijk op de rug gezien. Een van de betere spelers bij FC Lisse. Lisse dat makkelijk combineren. En dit is kenmerkend voor de eerste helft van HC. Het balverlies van Kobussen en dan de kans. En wederom Sander Daners. Wat is hij geweldig lekker in vorm. Ook in de tweede helft blijven er kansen voor FC Lisse. Wat te denken van deze bijvoorbeeld. Op de deklat. En dus is hij niet tevreden, Gert-Jan Karsten. In de rust komt Skodran Metaj dan ook in de ploeg. En die schiet hem hier binnen, zeg! Wat een fantastische goal! Wat een heerlijke goal van Skodran Metaj. Getergd tot op het bot natuurlijk. Oh, wat is dit lekker raken, zeg! Met het buitenkantje van de wreef klettert hij de bal binnen. En wat zal dat een lekker gevoel geven? En dan is het ook al heel snel 1-1. En laten we eerlijk zijn, dat is natuurlijk verdiend voor FC Lisse als je naar de kansen kijkt. En volgens mij is het een eigen doelpunt van Kevin Geurts. Maar goed, maakt niet uit, hij zit erin, 1-1. En als je heel eerlijk bent, mag je als HHC best blij zijn met een punt. Van Bentham, boos. Vindt dat de overtreding te hard is. De scheidsrechter is het daar wel mee eens. En hij geeft Niels Buis dan ook geel. En daar is Werkman met de goal. 1-2. En opnieuw HHC op voorsprong. En laten we eerlijk zijn. Compleet tegen de verhouding in. Want het heeft eigenlijk niet zoveel recht. Op ook maar iets. Maar hun deert dat niet. Zij willen gewoon wel met een gestolen overwinning weggaan. Zeker als Rob van der Leij hier een doelpunt maakt. Maar dat wordt afgekeurd vanwege buitenspel. Mooi goal overigens. Van der Leij dan ingevallen voor Van Bentham. En Lisse natuurlijk op jacht naar in elk geval iets. Naar een punt. Het verloor de openingswedstrijd van de ploeg van Hans Kraaij junior. Met 3-0. Dus ook een flinke nederlaag. En hier Daners. Die wil hem klemmen. En moet hem eigenlijk wegstompen die bal. En dan gaat die bal er niet in, wel in, niet in, wel in. En dan is het toch 2-2. En ondertussen ligt Koos Werkman dan op de grond. En let u ook op Werkman, want de scheidsrechter gaat een rode kaart geven namelijk aan Martin van Eeuwijk. Werkman die ligt daar en van Eeuwijk schijnt na het juichen heel hard op Werkman te zijn ingeslijt. Met zijn knieën naar voren. En de scheidsrechter geeft direct rood. Het gebeurt allemaal in het juichen van het doelpunt. En dan lopen de gemoederen ook wat hoger op. Dit is namelijk ook best een forse van Derian Reinders. Het levert hem geel op. En uiteindelijk pakt HHC dus een punt. HHC-TV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.